Nu wordt het tijd om te werken met frames. Dat hebben we nog niet gedaan. Dat ga ik ook doen aan de hand van een leeg document. Dus ik ga een nieuw tekstdocument maken. En ik ga hier eens enkele frames op aanmaken. Hoe doe je dat? Via invoegen frame. Wat is een frame eigenlijk juist? Het is een kadertje waarin je tekst of foto's kan gaan plaatsen. Dat je vrij kan verdelen over je scherm. Dit zijn de instellingen die je kan maken. Je kan daar allerlei opties aan meegeven. Je kan de grootte gaan bepalen. Nu, ik kan je laten zien, als je dit allemaal op standaard laat staan, dan kan je zo dadelijk zelfs de grootte nog manueel gaan aanpassen. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Je kan er een naam aan geven, je kan de inhoud gaan beveiligen, je kan ook hier de omloop weer gaan bepalen. Net hetzelfde als zoals we met de afbeeldingen gedaan hebben, maar daar ga ik dus niet opnieuw op in. Je kan er een hyperlink op plaatsen, wat randen instellen, een achtergrond geven, in kolommen indelen enzovoort. Maar ik ga de frame gewoon standaard laten. Ik druk op OK. Hij gaat zien dat je een klein kadertje krijgt. Dat kleine kadertje heeft ook vulgrepen, dus je kan ook zien dat je onmiddellijk vulgrepen kan gebruiken om die tekstframe te vergroten of te verkleinen. Nu, wat wil ik nog hebben? Ik wil nog drie gelijkaardige frames hebben. Dus wat doe ik? Ik selecteer mijn frame. Ik druk op Ctrl-C. Net hetzelfde volgens mij zet dat ook onder bewerk kopiëren. Dat is Ctrl-C. Ik klik langs mijn frame en ik druk op Ctrl-V. En je gaat zien, hij gaat het net op dezelfde plaats plakken, maar als ik het ervan afsleep, dan ga je zien dat ik al twee vensters heb. Dus ik doe nog één keer hetzelfde, bewerken, kopiëren en ik doe opnieuw bewerken. En ik doe dat hier zo, bewerken, plakken. En je gaat zien dat ik een tweede kadertje heb staan. Goed, wat wil ik nu doen? In deze kaders wil ik tekst plaatsen, maar ik wil tekst plaatsen die in die kaders doorloopt. Dus alsof dat die kaders met elkaar verbonden zijn. Dus ik ga eens een stukje tekst halen, dat kan ik misschien eenvoudig doen vanaf ons Genkse document. Ik sleep het document nog eens in het scherm, zodanig dat jullie dat eenvoudiger kunnen zien. Ik moet een klein stukje tekst hebben, hier dit is een klein stukje tekst. Rechtermuisknop, kopiëren. En ik kan via venster terug naar mijn ander document gaan. En ik kan dat hier gewoon gaan rechtermuisknop plakken. Je gaat zien dat hij het venster automatisch aanpast. Dat is een van de instellingen die dat bij de standaard frames staan. Nu, wat wil ik gaan doen? De tekst die hierin staat, moet doorlopen in dit kadertje. En als er nog te veel tekst in staat, moet die doorlopen in dit frame. Hoe doe je dat? Ik selecteer eerst een frame, zorg dat de vulgrepen geselecteerd zijn. En dan kan je van boven hier frames koppelen. Als je dat drukt, kan je een volgend frame gaan aanduiden. Ik druk daarop en je gaat zien dat er een stiplijn gevormd wordt tussen die twee frames. Dus opnieuw doe ik datzelfde met deze kader. Dus ik zorg dat het frame geselecteerd is. Ik maak een koppeling naar dit frame en je gaat zien, eigenlijk zou nu alles moeten doorlopen in elkaar. Waarom loopt dat nog niet door? Omdat alle tekst nu mooi binnen dat ene kadertje past. Maar je gaat zien, als ik dat kadertje nu eens ga verkleinen, halverwege, ga je zien, de tekst die er niet meer in past, loopt door naar mijn volgend frame. Dit kan ik nog verplaatsen. Ik zal het nog wat kleiner maken. Dus stel dat ik die eerste bijvoorbeeld maar twee regeltjes smal maak. Ik laat dat zo staan. Genk VV had ik er graag bij gehad. Misschien een derde regeltje erbij plaatsen in de nationale reeksen. Stel dat ik nu zeg, ik maak deze reeks of dit frame ook wat smaller. Dan ga je zien, nu gaat het beginnen verder lopen. Als ik het zo wat smaller in de hoogte maak, dan zie je dat die tekst eigenlijk mooi in elkaar gaat overlopen. Dus je hebt frames die je aan elkaar gekoppeld hebt. Dit frame is nu niet zo mooi van opbouw. Stel dat je zegt, al mijn frames moeten dezelfde opmaak krijgen. Je weet ondertussen dat we dat doen aan de hand van stijlen en opmaak. Zeer krachtig. En je ziet hier dat er ook een knopje voorzien is voor frame opmaakprofiel. Dus ik ga heel snel een nieuw frame opmaakprofiel aanmaken. Dat gaat over KRC. Dat hoeft niet gekoppeld te zijn. Ik ga niet veel aanpassen, behalve bijvoorbeeld de achtergrond. Ik zal ergens een lichtblauwe kleur nemen. Misschien dat we de rand ook wel wat kunnen aanpassen. Maken een grijze rand met een schaduweffect. En dat schaduwkleurtje bijvoorbeeld vrij licht maken. Hier van onder de lichtgele. En eens kijken wat dat geeft. Kolommen ga ik nog niet gebruiken. Oké. Er is nog niks gebeurd. We hebben, als alles goed is, een nieuw frame opmaakprofiel, dat heet KRC. Dat is nog niet toegepast natuurlijk. Dus als ik mijn frame hier selecteer en ik zal dubbelklikken op KRC, dan ga je zien dat het frame is aangepast. Ik ga het een beetje terug in beeld slepen. Gemakkelijker is misschien als je het frame opmaakprofiel selecteert en je gebruikt de gietermodus om een ander frame aan te duiden. Zo. En het onderste frame ook. Voilà.
Ze springen eventjes op elkaar, maar dat is op zich geen probleem. Dit was het kadertje dat hier stond, als ik me niet vergis. En deze kader stond rechts. Kijken of de koppelingen nog kloppen. En als ik deze selecteer, voilà. Dus je ziet, alle koppelingen liggen nog. Alles werkt nog naar behoren. Misschien een ander voorbeeld van een frame. Om je nog wat meer uitgebreide kenmerken te laten zien, is het volgende. Stel dat ik een nieuw frame invoeg. Invoeg frame. Ook dit laat ik weer op standaard staan, want je weet ondertussen, je kan via het slepen van de vulgrepen eigenlijk heel gemakkelijk je frame gaan aanpassen, of de grootte van je frame gaan aanpassen. Stel dat ik hier een soort meerkeuzevraag in wil, dan kan ik daar tekst gaan toevoegen. Dus ik klik er een keer in en ik zeg, dit is het logo van, dubbelpunt. En wat gaan we kiezen? We kiezen enkele voetbalploegen, KV Mechelen, Club Brugge, KRC Genk, en Winterslag VV. Eventjes als voorbeeld. Die tekst, je weet dat natuurlijk. Ik kan dat aanpassen. Ik kies een ander lettertype. Ik kies een ander effect. Zo hebben we al een beetje opmaak gegeven. Uiteraard, dit moet meer keuze worden. Dus we gaan er een nummering op toepassen. 1, 2, 3, 4. Nu is dit misschien niet zo heel mooi. Dan gaan we de nummering eens aanpassen. Rechtermuisknop. Opzommingsteken en nummering. Ik kies er niet voor om 1, 2, 3 te gebruiken, maar A, B en C. In plaats van de punt moeten er ronde haakjes achter komen. We gaan dat zo even laten staan, eens kijken wat dat geeft. Oké, dit is beter een systeem voor meer keuzevragen te gaan gebruiken. Dus mijn kadertje kan wat dunner, we zien dat. Nu aan de rechterkant wil ik mijn foto, maar ik wil daartussenin een scheidingslijn. Dus wat had ik eigenlijk kunnen doen in dit frame? Als ik daarop dubbelklik, had ik kunnen zeggen, mijn frame moet verdeeld worden in kolommen. Dat kan je altijd met iedere tekst doen. Als ik dat nog niet heb laten zien, kan ik dat snel ook in de tekst laten zien. Dus stel dat ik een groot stuk tekst vind. Eens even kijken waar nog geen achtergrond op staat, want dat is natuurlijk nu vervelend. Ik ga mijn kleur eventjes wegdoen, zodanig dat je dit ziet. Dit zou je kunnen aanduiden. Rechtermuisknop, Alinea. En dan zie je, even zoeken. Ik zit mis. Oei, doe ik hetzelfde fout. En ze even zoeken waar die nu zit. Extra. Daar gaat die hierin zitten, als ik mij niet vergis. Hier zit die. Onder opmaak, kolommen. Nu gaan we erop uitkomen. En nu kan je, dat is omdat ik een stukje tekst al geselecteerd had. En dat het niet onderdeel was van een frame. En hier kan je bijvoorbeeld zeggen, ik wil dat die tekst verdeeld wordt over 3 kolommen. Je kan dat hier doen. Je kan de inhoud gelijkmatig verdelen. Je kan eigenlijk alles gaan aanpassen. De afstand hier tussen die verschillende kolommen kan je vergroten. Dus ik zet dat meestal op bijna een halve centimeter. Wil je er een lijn tussen? Ja, een gewone simpele lijn. Je drukt op OK en je gaat zien, je tekst is in kolommen ingedeeld. Dus zo eenvoudig gaat dat. Nu, ik was bezig met dit stukje. Dus ook hiervan liet ik je zien, als je rechtermuisknop drukt, frame. Ook dit kan je aanpassen in kolommen. Ik ga hier 2 kolommen nodig hebben. Ook hier ga ik wat spaciering tussen de 2 kolommen voorzien. Ik ga er een lijn toepassen, bijvoorbeeld een simpele volle lijn, maar ik ga hem wat breder maken. 1 punt dikte breed bijvoorbeeld. Hoe hoog moet die lijn zijn? 100% van mijn frame. Ik zal eens even laten zien dat bijvoorbeeld 85 ook mooi is. Waar moet die lijn beginnen? Of waar moet die lijn zich positioneren? Gecentreerd. Welke kleur? Om het wat laten uit te schijnen, gaan we een lichtrode kleur pakken. Je drukt op OK. En je gaat zien dat dit framer nu zo uitziet. 2 kolommetjes en scheidingslijn ertussen. Hoe kan ik nu gemakkelijk zeggen dat ik aan de rechterkant wil zijn van mijn scherm? Of van mijn frame? Dat is beter gezegd. Dan ga ik er een einde in moeten voegen. We hebben al gekozen ooit voor invoegen handmatig einde en dan kozen we toen voor pagina einde. Nu gaat het natuurlijk over kolommen. Dit moet het einde betekenen van 1 kolom, dus ik ga een einde invoegen. Ik druk op OK en je ziet dat hij hier aan de tweede kolom al verder wil werken met de volgende keuze. Maar hier ga ik gewoon een afbeelding invoegen. Dus ik doe invoegen, afbeelding, uit bestand. Of je weet het, hier van onder uit bestand drukken. Dat lukt ook. Ik zal even dit logo kiezen, openen. En je ziet, het logo past er prima in. Voilà. Misschien een beetje te groot nog zelfs. Ik ga het wat hoger plaatsen. En ik ga mijn frame nog iets proberen te verkleinen. En dit is het grootste wat we kunnen maken. Dus je ziet dat je met frames heel wat kan opmaken. Ook frames kan koppelen aan elkaar.
Je ziet er nog een lichtgrijze rand rond, dat doet hij gewoon standaard. Dat is om te laten zien waar het inhoud van het frame begint. Jullie weten, de lichtgrijze tekens, als je gaat kijken naar het afdrukvoorbeeld en je zet dat op 100%, dan zie je van die lichtgrijze tekens helemaal niets. Goed, dit is werken met frames.